Minister Antoine Elias van Volksgezondheid zegt dat Suriname ebola risicovrij is. De passagier die uit Congo kwam en gezien werd als een ebola risico, is dat niet. Volgens het ministerie is na een paar dagen van afzondering gebleken dat deze persoon niet besmet is met het ebola virus. De bewindsman geeft aan dat de gemeenschap dus niet meer bezorgd hoeft te zijn over een mogelijke ebola besmetting. De minister legde gisteren na de overhandiging van de malaria-apparatuur door PAHO aan Volksgezondheid uit waarom deze reiziger niet direct het land kan worden uitgezet. Kijk, je hebt natuurlijk ook internationale regels, je hebt reizigersverkeer en je gaat niet al mensen wegsturen. Je gaat je hele land, terwijl je nog niet weet wat het gevaar is en wat er is. Wij hebben juist in dit geval voorzorg, preventie, preventief opgetreden. De ene vond van, ja, het is een beetje te streng wat we hebben gedaan. Dus de meningen zijn verdeeld, maar wij van onze ministerie hebben juist vanuit onze verantwoordelijkheid, met name de directeur, heeft ze juist alle risico's in acht genomen en heeft ze helemaal conform protocol gehandeld. En vanaf gisteren is dus de patiënt geen risicopatiënt. Minister Elias legt verder uit dat Congo een groot land is en dat er niet overal ebola-uitbraken zijn. Hij zegt ook dat de passagier op doorreis was en niet uit een gebied kwam waar er ebola-besmettingen zijn. Desondanks wil het ministerie preventief te werk gaan. En er zijn gebieden waar ebola-uitbraken zijn, maar niet in heel Congo. En hij kwam uit een gebied dat, of hij was op doorreis vanuit een gebied dat bijna 2000 kilometer ver is van waar ebola-uitbraken is. En ook nog, dan hebben we gezegd, we nemen het zekere voor het onzekere en we hebben hem even gevolgd, afgezonderd. En gelukkig, wij hebben daar ook kunnen constateren van, nou, er is geen gevaar voor de bevolking. We hebben ook juist preventief gewerkt door alle passagiers van de stewardess tot de business class economie moest een formulier invullen dat in case of we de mensen zouden kunnen oproepen. Gelukkig is dat niet het geval geweest. We zijn juist op tijd en alert geweest. Die meneer is intussen vrijgelaten in Suriname? Nou, kijk wat hij is. In elk geval, hij is niet meer onder controle van Volksgezondheid. Waar hij zich nu bevindt, dat is een kwestie van Juspol. Want er was ook een kleine paspoortenkwestie. Maar daarover doe ik geen enkel uitspraak. Dat is collega Juspol. Wat ebola betreft, de bevolking mag gerust ademhalen. Inclusief u en ik. Aldus minister Antoine Elias van Volksgezondheid over de passagier die afgezonderd was vanwege een mogelijke ebola risico. De minister verzekert dat de gemeenschap veilig is van een ebola uitbraak.